andere zaken. In de buurt, op school, op het werk. Mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik je nog wel? Dan zeg je heel duidelijk, ja.
Meneer Timmermans, toen u zag dat Wilders 35 zetels had, wat was uw eerste gevoel toen? Nou, ik dacht vooral aan die Nederlanders die misschien nu het gevoel hebben, ben ik hier niet meer welkom. En dat is al de hele avond wat door mijn hoofd speelt. Ik had ook kunnen zeggen, nou, we hebben het goed gedaan en we zijn de tweede partij. Maar dat was niet het gevoel wat bij mij opkwam. Nee, je bent natuurlijk de tweede geworden, gefeliciteerd daarmee. Maar er komt natuurlijk ook een hele politieke onzekere periode aan. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, ik maak, en nogmaals, dat is al de hele avond waar ik me zorgen over maak. Misschien staan er morgenochtend kinderen op in Nederland die aan hun ouders vragen, zijn we hier nog wel welkom? Zegt u hiermee, mijn terugkeer uit Brussel naar Nederland, ja, is niet geworden wat ik ervan verwacht en gehoopt had? Verwijt u zelf daarin iets? Nou, ik ben in ieder geval tekortgeschoten in het overtuigen van voldoende kiezers. Waar ligt dat aan, denkt u? Dat zullen de analisten, u heeft van die professionele duiders die avond na avond uitleggen hoe het zit. Als u naar uzelf kijkt... Ik was mee door en dan hoor ik wel wat die slimme mensen allemaal te vertellen hebben. Maar als u naar uzelf kijkt... Niet de uitslag waar u het gehoopt hebt, hè?